Handbalster Martine Smeets bivakkeert deze dagen in haar woning in Almere Duin. De speelster die eind vorig jaar nog wereldkampioen werd met Oranje, zag deze week haar Olympische droom van komende zomer uiteenspatten. Het is echt heel zuur natuurlijk. Zat het er al wel aan te komen. Maar ja, het is balen natuurlijk. Je bereidt je daar 4 jaar lang op voor. En nou ja, na het WK afgelopen december kan ik wel zeggen dat we in een goede flow zaten. Maar weet je, ik denk dat het de enige juiste beslissing is. Er spelen belangrijkere dingen nu. Dus ja, op naar 2021. Smeets is in het dagelijks leven speelster van het Franse Metz en houdt momenteel haar conditie dus op peil in Almere. Nou, we hebben een programma van de club, dus ik probeer zoveel mogelijk thuis te trainen. Het zijn echt hele alternatieve trainingen. Wat doe je zoal? Ik doe een krachttraining thuis en dan heb ik het over rugtassen vullen met gevulde waterflessen en elastieken, dat soort dingen. Een stok van een bezem gebruiken om tassen met gewicht aan te hangen en buiten hardlopen zolang dat nog mag. In deze eenzame dagen houdt Smeets veel contact met haar Oranje vriendinnen. Ja, ik heb wel regelmatig contact met een aantal meiden gehad inderdaad. En nou, een van mijn vriendinnen zit vast in Rusland, de andere in Denemarken. Dus onlangs een vriendin van me nog teruggekomen vanuit Duitsland, die moest in eerste instantie ook blijven. Dus het is wel heftig hoor, wat er allemaal gaande is. En ja, ik hoop gewoon dat we dit allemaal goed doorkomen uiteindelijk. Smeets is dus in het dagelijks leven speelster van het Franse Metz, maar kon onlangs vanwege de internationale week naar Nederland komen. Toch weet ze niet hoe lang ze in Almere mag blijven. Eigenlijk staat op de planning dat ik zondag terug ga. Maar ik weet niet hoe het verder gaat met de lockdown in Frankrijk en of de club dan eventueel adviseert om toch nog hier te blijven. Want dat wil de club, dat je terugkomt? Dat was wel de afspraak. Maar ik moet zeggen dat zij ontzettend goed meedenken en dat zij ook snappen dat het voor een speelster die niet Frans is en geen Frans spreekt in mijn geval, lastig is om in Frankrijk te zijn tijdens ja, zo'n crisis eigenlijk. Ja. Dus wat dat betreft verwacht ik dat als de lockdown ja, verlengd wordt, dat ik ook langer in Nederland kan blijven. Ja. En zo niet? Zo niet, ja. Dan zit ik zondag in de auto terug naar Metz. Ja. En dat durf jij wel aan? Ja, nou ja, het is niet mijn favoriete keus, maar als het moet, dan moet het. En ja, dan ga ik daar zoveel mogelijk binnen blijven en mijn afstand bewaren. En ja, hopen dat ik daar gezond blijf. Ja.